Ben jij klaar voor het nieuwe zomerseizoen? We gaan erachter komen in deze APK-keuring of het ook daadwerkelijk is. We gaan erachter komen of jouw putten, jouw chippen, jouw pitchen en jouw bunkerspel wel voldoet aan jouw handicap. Met deze oefeningen kom je er namelijk achter welk onderdeel je voldoende beheerst en welke nog niet. En als jij wil weten hoe je snel beter kunt worden, zou ik zeggen, blijf kijken. Wil je geen test missen? Abonneer je dan nu even op het Golf YouTube kanaal van golf.nl, hieronder in de link. En wij gaan snel beginnen met test, APK test nummer 1. Zorg dat je 8 dezelfde bal hebt. Van mijn part een wat goedkoper, maakt niet uit, maar omdat het een zachte bal is. En als het kan, allemaal dezelfde bal. Als je dan een harde en dan een zachte hebt, zul je een wisselend resultaat krijgen. Dus 8 dezelfde ballen en het liefst de zachte. En kijk dan eerst maar eens even hoe de green loopt. Ik wil hebben namelijk dat je niet een vlakke green pakt, maar een beetje een schuine green. Zodat je jezelf een beetje uitdaagt. Ik ben altijd van mening, maak het jezelf moeilijker. Dan wordt het in de baan alleen maar makkelijker. En kijk dan eens in eerste instantie, is het een up of een downhill put? Nou, als ik hier een emmer water leeg gooi, het water zoekt het laagste punt op. Dan zal het water vanuit mij hier gezien naar deze kant lopen. En leg de bal nou maar eens eerst op 1,5 meter uphill. Dan wil ik vervolgens 1,5 meter daarachter de downhill put. En dan wil ik 1,5 meter de sidehill puts hebben. 1 en een klein beetje 1,5 meter. Die resterende 4 ballen, dus we gaan met 8 ballen gaan we deze oefeningen doen. Die leg ik daar tussen die 4 in. Zodat ik 8 verschillende posities krijg. Je mag van mij bij de makkelijkste beginnen. De makkelijkste is eigenlijk de uphill put. Ga daar maar eens mee beginnen. En nou mag je gaan kijken hoeveel puts kun jij maken van deze 8 in 1 keer. En ik durf te zeggen, een handicapper 54 zal er waarschijnlijk maar 1 maken. Ben jij nou die handicapper 36, dan zullen we er waarschijnlijk 3 gaan maken. Handicap 26, 4. Handicap 18, 5. En ik vind, ben jij een single handicapper, dan verwacht ik toch wel dat je er minimaal 7 gaat maken. Doe deze test. Ga kijken hoe die werkt. Noteer het op een scorekaartje. En ga dit maar eens oefenen. En test je dan over een weekje opnieuw nog een keer. En kijk maar eens of je een betere score kunt krijgen als de laatste keer. Nadat je deze oefening gedaan hebt, als je nou niet tevreden bent over je score, wat ik me voor kan stellen, ja, dan moeten we even op die techniek gaan letten. Ik durf bijna te zeggen, korte putjes van binnen 1-2 meter. Daar zal vooral de richting belangrijk zijn. Lange puts vind ik meer op snelheid. En de richting, ja, hoe krijgen we die richting nou goed? Als we kijken naar toerspelers, dan zie je eigenlijk een paar dingen. Eén is wat ze gemeen hebben is, ze leggen het logootje altijd in de richting van. Dus ze pakken de bal op, ze maken hem schoon en ze plaatsen het logo in de richting van. Even ervan uitgaande dat dit de uphill put is, dan kan deze mooi recht op de hol. En uiteraard die downhill put, maar deze kan in ieder geval rechterop. Plaats dan, als tweede, de voeten mooi parallel aan je doellijn. Met het slagvlak haaks op het logo. Het mooie van de meeste putters hebben een mooie witte streep of een zwarte streep. En dat streepje staat nu in dezelfde richting als het logo van de bal. Pak dan als laatste de grip. En probeer niet snel mee te kijken. Want het meekijken zou namelijk wel eens de schouders kunnen beïnvloeden. En de schouders beïnvloeden dan weer het slagvlak. Dus als laatste tip, kijk niet te snel mee. Maak eerst de bal maar eens. En luister maar of je die bal goed geraakt hebt. De sidehill puts, ja, dat wordt natuurlijk een ander verhaal. Want hier kan ik niet meer het logo echt recht in de richting van de hole leggen. Dus wat ik hier doe is, plaats is het logo van de bal in de richting waar jij denkt dat de bal op moet vertrekken. En zoals ik nu de green lees, met mijn ervaring zeg ik, hij zal een centimeter of 10 rechts van de hole moeten opgelijnd worden. Want die bal die gaat namelijk naar het laagste punt. En dat hadden we net gezien met die emmer water, hij gaat naar links afwijken. Dus logo ligt in 10 centimeter rechts van de hole. Ik plaats nu als eerste mijn putter mooi haaks op het logo. Ik plaats dan mijn voeten parallel aan mijn vertrekrichting. Ik pak als laatste de grip. Daarna mag je mij nog 1 keer kijken naar de hole. En nou zeg tegen jezelf niet te snel meekijken. En probeer maar eens op gevoel die bal nu erin te putten. Nou, ik weet zeker als je deze test nou een paar keer vaker gaat oefenen en je let met name op 1 de techniek. En de techniek daar bedoel ik mee, zorg dat je mooi echt die voeten parallel aan je doellijn zet.
Zorg dat je echt het slagvlak haaks op je vertrekrichting zet. En je kunt het logootje echt goed plaatsen in de richting waar de bal moet vertrekken. Ja, dan weet ik zeker als je dit een paar keer gaat oefenen, dat je echt wel een betere score gaat maken. En dus met jouw handicap wat betreft het korte putten, in ieder geval een stukje beter gaat worden. Test nummer 2, de lange puts. Zorg dat je een tee hebt, een zachte bal en een putter. En ga maar eens bij een hole staan en meet maar eens 5 meter uit. 1, 2, 3, 4, 5. Daar prik ik die tee in de grond, zodat ik weet waar ik begonnen ben. En met deze bal ga ik nou proberen om een 2-put te maken. Iedereen zegt al, ja maar Mike, ik moet er toch voor gaan. Ik moet toch ook die 1-put proberen te maken. Nou, wat mij betreft, zorg dat die eerste bal er nou zo dichtbij ligt, dat je bijna zeker weet dat je die 2-put kunt maken. Als je een 2-put maakt op de green, mag je echt tevreden zijn. En mag je van mij met een opgeheven hoofd de green verlaten. Dus we gaan proberen om een 2-put te maken. Dus die eerste bal, het is leuk als je erin gaat, maar ik probeer hem eigenlijk alleen maar er zo dicht mogelijk bij te putten. Ik had hem eigenlijk een kans moeten geven, maar oké. Ik heb een 2-put gemaakt nu, prima. Dan ga ik nu 2 meter erbij doen. Dus ik ga weer van 5 ga ik nu naar 7 meter. En dan ga ik weer opnieuw trachten die 2-put te maken. Alleen, nou komt hij. Mocht het mij nou niet lukken om die eerste bal er zo dichtbij te krijgen. En dat ik dus misschien die tweede bal zou missen. Dus stel voor deze mis ik. Ja, dan heb ik dus nu die 3-put. En nou moet je dus, dit is een beetje het mensen erger niet. Nu moet je weer terug naar af en begin je weer op 5 meter. Dus iedere keer als het lukt mag je er 2 meter bij doen, naar achteren, verder van de hol, daag je maar eens uit. Maar als je af bent en het lukt niet in 2, ja, dan moet je weer terug naar af en dan begin je weer opnieuw op 5 meter. Als je deze test nou hebt gedaan, ben je er waarschijnlijk achter gekomen dat vooral de snelheid het moeilijkst is. Oké, die richting, hij zal binnen de marge van een meter links of rechts wel van de hol blijven, maar die snelheid, het doseren van de snelheid, is echt het moeilijkste bij lange puts. Dus als we nu kunnen zeggen, oké, snelheid is vooral gevoel. Maar er zijn wel wat factoren, met name externe factoren, die invloed hebben op de snelheid van de green. Zoals bijvoorbeeld, is de green net gemaaid of al een tijdje niet? Is hij nat of is hij droog? Loopt de green heuvel op of sta ik een downhill put te doen? Dat zijn factoren die moet je natuurlijk van tevoren even afvragen, van heb ik daar wel voldoende rekening mee gehouden? Maar dan komt het aan voor jou, snelheid, ga ik mijn achterzwaai en mijn doorzwaai groter maken? Of hou ik de slag hetzelfde, maar ga ik hem gewoon wat feller doen? Kijk wat bij jou past. Ik ga niet zeggen dit moet het, maar kijk wat bij jou past. Wat ik wel een hele fijne vind is, als ik jou zou vragen om een bal te gooien onderhands en gooi maar eens zo dicht mogelijk bij de hol, dan zul je waarschijnlijk die bal al binnen 20, 30 centimeter van de hol leggen. En dat deed je puur op gevoel. Je dacht niet na hoe ver je naar achter ging. En je dacht ook niet na met hoeveel snelheid je de bal zou willen geven. Als we nou zo een bal zouden putten. Dus je mag voor mij weer het logootje uiteraard in de richting leggen van. Maar we gaan putten op puur op gevoel. Dus we gaan zeggen, oké, ik ga staan. Ik kijk al naar de hol. En ik ga nou hier onderin niet meer terugkijken. Ik mag dus niet zien hoe ver ik naar achter en naar voren ga. Ik ga puur op gevoel putten. En dat doe ik al kijkend naar de hol. Waarschijnlijk krijg je die bal er weer zo dichtbij dat je een heel makkelijk tweede putje overhoudt en een 2-put. Je mag weer blij zijn met een opgeheven hoofd van de green. Tot zover de puttest. Wil je ook nog inzicht hebben over de andere kortspelonderdelen, zoals het chippen of het pitchen of de bunkeren? Dan zou ik zeggen, kijk even naar de andere tips, want ik ga je daar ook nog wat uitleggen over de techniek en hoe je die dus het beste kunt trainen. Succes en we gaan elkaar hopelijk weer snel zien.